Ik ben Leon. Ik ben Sujata. Ik ben sinds een jaar of 15 verbonden aan Van Woude nu. Ik ben zo'n 20 jaar verbonden met Van Woude. Ja. Ik heb hier een substantieel deel van mijn leven doorgebracht als bewoner, medewerker in allerlei hoedanigheden. En de laatste jaren voornamelijk als trainer, coach, begeleider van mensen, individueel en samen. Ik ben 18 jaar verbonden dat ik hier ook gewoond heb op Van Woude. En daar heb ik verschillende werkzaamheden gedaan. En de laatste 5, 6 jaar ben ik werkzaam als trainer-coach samen met Leon. We hebben samen eigenlijk vanuit de relatie die wij zijn aangegaan, dus hebben we in de loop der jaren een heel trainingsprogramma ontwikkeld onder de titel Intimiteit en Levenslust. Dat omvat trainingen, workshops, avonden, allemaal met thema relaties, intimiteit, seksualiteit. Alles wat je tegenkomt in contact met de ander. En ja, dat blijft nog steeds groeien, zo jaar voor jaar. En elke stap die we daarin nemen is een expressie van dat wat wij met z'n tweeën tegenkomen. En in relatie met Van Woude op deze prachtige plek. En dat vertalen we zo stap voor stap naar een vorm toe. Waarvan wij denken op enig moment dat ook voelend kan zijn voor mensen. De titel Intimiteit en Levenslust, waar wij... Toen we daarmee begonnen, had het voor ons ook nog was het wat mysterieus ook eigenlijk, intimiteit en levenslust, wat is dat eigenlijk? En al gaandeweg, terwijl we zo daarin gingen trainen, met mensen mee aan de gang gingen, toen zagen we ook stap voor stap van hoe intimiteit met jezelf, gewoon met dit lichaam, met wie ik ben, en hoe dieper ik daarin durf af te dalen, hoe meer zich dan ook openen in mij en in mensen. En hoe vanuit dat een levenslust naar boven komt. Waarmee ik zag ineens van hoe, en waar we mezelf ontdekten, van hoe die titel ineens ook zo passend was. We hadden de titel gekregen van iemand. Het was een bestaande training, Intimiteit en Levenslust. Hij is een paar jaar gestopt geweest, omdat de trainer die hem toen gaf dat niet voortgezet heeft om een of andere reden. En wij hebben hem in die vorm weer geïnitieerd. Mm-hmm. En dat was Intimiteit en Levenslust. En toen wij daarmee startten, hadden we eigenlijk nog niet helder waarom het die titel had. Maar Intimiteit, Levenslust is een heel mooi thema om in te werken. Het is een thema waar we helemaal voor staan. Maar eigenlijk gaandeweg de training zag je na 2 dagen iedereen in levenslust terechtkomen. Dus het was klaar zo van oké, dat is het dus. Mm. En doordat je in een groep mensen, doordat je met het thema bezig gaat, doordat je lichaamswerk doet, doordat je überhaupt over het thema intimiteit en seksualiteit, dat je daar gelijkgestemden in vindt, dat je bepaalde vormen ziet, dat je niet alleen daarmee aan het worstelen bent. Want het is gewoon een heel beladen thema. Er wordt wel over gesproken, maar niet op het niveau waar we er in de training over praten. Je praat er echt over. Je praat daar waar je niet uitkomt. En dan zet je die lichamen in beweging. Dat geeft vrijheid. Dus ja, het gaat stromen. Ja, fascinerend om te zien. Ja. Eigenlijk proberen we iedereen zo'n beetje net naar dat punt te bewegen van waar het spannend wordt. Waar het spannend wordt. Net waar je voelt van, oh, daar zou ik wel heen willen, maar tegelijkertijd voel ik weerstand en voel ik me wat terugtrekken. Maar, en daar mensen liefdevol in begeleiden om precies op dat punt te komen waar eigenlijk de levenslust eruit spat, bij wijze van spreken. Als de angst die je normaal tegenhoudt getransformeerd wordt naar de mogelijkheden die je ziet en alle opwinding die daarbij hoort, dan bruist het. Mensen die in ieder geval iets verder in zichzelf willen zoeken ten aanzien van intimiteit en seksualiteit.
En vooral ook relaties, maar ze hoeven dus niet alle twee te komen. Maar je ziet vaak een worsteling dat of de een meer wil, of het is, ze hebben kinderen gekregen en een vrouw heeft geen zin meer in seksualiteit. Of heel veel singles kom je op dit moment ook tegen, dat de vrouw zoiets heeft van ja, is er nog een man eigenlijk voor me? Of zich afvragen van ja, wat betekent een relatie eigenlijk voor mij? Wat betekent het eigenlijk dat ik met mensen ben in deze wereld en hoe verhoud ik me daartoe? Vroeger gingen we, zocht je de ene ware en dan wachtte je tot je verliefd werd en dan klopte het en dan ging je samenwonen, ging je trouwen en dan kreeg je kinderen en dat was het dan. Maar ons leven is veel groter geworden dan dat. Het duurt ook veel langer en vaak blijven we niet meer bij die ene. En wat dan? En waarom ga ik dan een relatie aan? Waartoe mag dat dienen? Of hoe in mijn bestaande relatie ook vaak van dat mensen al een, dus inderdaad een tijd in een relatie zitten en daar zo wat fases door hebben gelopen en dan op een gegeven moment ook op een punt komen van goh, waarom zijn we nu bij elkaar en hoe kunnen we daar een volgende stap in nemen? En hoe breng ik eigenlijk leven in deze relatie, een dynamiek van waaraan ik mag groeien en waaraan ik vreugde mag beleven? En nog een stap verder van wat wij dan er ook inbrengen is van hoe kun je de relatie gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is de relatie is eigenlijk de mooiste vorm, het meest dichtbij, de grootste spiegel die je kunt krijgen in dit leven. Dus als ik geïnteresseerd ben in mijn groei, om groter te worden, om te mogen bloeien in het leven, dan hoe dichtbij durf ik iemand te laten komen die me dan in alles spiegelt? En de vorm van die relatie kan alles zijn. Maar telkens in dienst van de evolutie, van groei. En dat is een... Dat is voor ons de hoogste optie eigenlijk, die we ook bij ons dragen en ook daarin zo neerleggen. En iedereen mag daar zijn eigen... stappen in vinden. Iedereen mag daar zijn eigen niveau in vinden. Van hoe die dat wil gebruiken en hoe die dat kan implementeren in zijn eigen leven. Of die nou in een intieme relatie is of single is, of dat doet er eigenlijk niet toe. Dat kun je met iedereen. Alles is mogelijk. Het is... Als je voelt van dat je iets wil in dit leven, als jij een volgende stap wil nemen, dan zijn wij er om je te begeleiden in de ontdekken van die volgende stap en ook het nemen van die volgende stap. Wat dat ook is, jouw verlangen is de drijfveer naar ontwikkeling. Alleen dat. Je bent al helemaal oké zoals je bent. En als jij een verlangen hebt naar een volgende stap, dan gaan we die samen met je nemen. En onze programma's zullen daartoe uitdagen, zullen prikkelen, uitnodigen, stimuleren. Alles wat jij nodig hebt en wat wij denken te zien om jou te helpen die volgende stap te nemen. In je relaties, op het gebied van intimiteit, van levenslust, wat dan ook.